We blijven bij de ministers, want de ministers die vandaag zijn vervangen hebben niet slecht gefunctioneerd. Zij zullen nu worden ingezet om de plannen die ze hebben voorbereid uit te voeren. Dat zei vicepresident Ashwin Adin vandaag na de beëdiging van de nieuwe ministers. De ex-ministers zijn Suresh Algu van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme, Robert Pernoy van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en John de Goyo van Sport en Jeugdzaken. Als voorbeeld haalde Adin de afzwaaiende minister Suresh Algu aan. Adin zegt dat Algu het Nationaal Agrarisch Plan heeft voorbereid en dat hij deze nu zelf moet uitvoeren, echter in een andere hoedanigheid. De mensen hebben niet slecht gefunctioneerd. De president heeft het duidelijk gezegd. Wij hebben in een tijd van crisis, toen we de projecten voorbereiden, met de moeilijke middelen en die overgang, die deskundigheid nodig had. Die mensen die nu hebben voorbereid, gaan in uitvoering. Eén voorbeeld is minister Algu. Die gaat nu met de, wat we noemen het Nationaal Agrarisch Plan, dat toen door Al-Alarbroek gemaakt is en wij voorbereid hebben, gaat hij nu de uitvoering doen. Dus we gaan al de expertise opnieuw inzetten. Wie kan het beste de uitvoering doen van praktische projecten die voorbereid zijn door een minister? Legt u me dat uit. Dus de minister toch? Omdat die minister bij het beleid voorbereid heeft de projecten. Nu gaat u iemand anders zetten op het beleidsniveau en iemand anders op het praktijkniveau. En dat gaat gebeuren. Om de voorgenomen plannen daadwerkelijk uit te voeren, heeft de regering meer kader nodig, geeft Adin toe. We hebben het kader in het land, maar u weet, bij het bedrijfsleven krijgen de mensen veel beter betaald. En wij willen ze proberen toch in te zetten. Alles is op een arbeidsovereenkomstbasis, maar die projecten gaan nu in de uitvoering, moeten zo snel mogelijk starten. Maar we hadden gezien dat laatst in DNA de ministers zijn weggebleven omdat ze ontevreden waren. Eigenlijk misschien ook een beetje boos zelf. Dat is een verkeerde interpretatie. Het is helemaal niet gebeurd. Het is helemaal niet gebeurd dat de ministers ontevreden waren. Ik begreep de hele vertaling van wat er gebeurd was helemaal niet. De uitnodiging was heel laat binnengekomen. De uitnodiging was dus voor de meeste normaal tijdens de RVM. Maandag 12 uur worden alle aankondigingen gedaan. Ik heb de uitnodiging niet gezien om 12 uur. Dat wil zeggen, de ministers zijn niet op de hoogte. Vicepresident Ashwin Adin, die vandaag de pers te woord stond na de beëdiging van de nieuwe ministers. Hij vindt dat de ministers die vervangen zijn niet slecht hebben gefunctioneerd.